Hallo. Maar deze heb ik helemaal opgediept uit het archief. Ja, die komt van de Run for Fun. Nee, dus van de gele trui toen. Oh! Je had toen een rondje van de zaak. Ja, ja. En dan had je 5 etappes. Oh, ja, ja, ja. En dan de winnaar mocht dan in de gele trui lopen. Oh, en dat was die. En dat is deze, ja. Ik had toen een keer de eerste etappe had ik verloren. En toen kreeg ik de nummer 1 kreeg de gele trui en die kreeg de groene trui. Maar toen won ik de tweede etappe weer. Beetje dus, de Tour de France, hè? Ja, dat was de Tour de France. Zo ging dat, ja. Nou, leuk moment om even kennis te maken. Toch? Deze? Ja, nee, die was echt voor het eind ook. Kees Langelaan bijvoorbeeld heeft deze gewonnen. En Carly Harms, die was bijna gekomen. Maar het paste net niet in haar agenda. Maar deed Kees Langelaan ook bij de Kerkvolgende? Ja. En Dave Cameron. Ja, Patrick Aris. Dave Cameron. Ik weet het goed, in de grachten loopt in Delft. Ja. Hij was natuurlijk altijd eerste. Ja, Dave Cameron. En op een gegeven moment heb jij een keer bedacht van... Het is niet zo leuk om altijd de eerste een prijs te geven. We geven de nummer 100 die binnenkomt de prijs. Oh. En wie komt er binnen? Liep die dag samen met zijn vriendin, Dave Cameron. Precies op nummer 100. Ja. Want Aad is ook degene, want bij de kerkpollenlopen hadden wij, omdat dat een cyclus was van 10 lopen, 3 jaar achter elkaar, hadden we het idee van hoe kunnen we dat nou doen met vaste deelnamebewijzen. En Aad die woonde toen in het, of die werkte toen in het Reinier de Graaf gasthuis. Ja, en die heeft toen en die heeft toen die patiëntenplaatjes, die ponskaartjes geregeld. Ja, dus iedereen had toen een vast ponskaartje. Ja. En later kwam de IC-apparatuur aan de vingers te staan. Kon er een scan gemaakt worden al. Nee joh, hardlopen, zwemmen, in de zomer, dat is geen combinatie. Dus dat, de verdonkere maan hoor, het hoge woord is eruit, die wou ik ook doen met AV40 samen. Maar dan zei ze, nou nee, dat is veel te studenticoos. Ja, wat is nou studentenkoos? Is gewoon een goed idee, toch? Ja, vader heeft er ook nog wel mee gedaan, Martin Stoenera. Ja, dat is de zoon van Martin Stoenera trouwens, Erwin. Maar ja, jij kent hem toch, Rob? Ja, Hein, dat vind ik ook wel leuk om te zeggen, want wij waren ongeveer gelijkwaardig aan elkaar qua niveau. Of ontken je dat nu? Ja, ik weet niet of je het mag zeggen, maar je hebt dat treinongeluk in Schiedam overleefd, hè? Ja. En daar was je tamelijk verwond. Ja. Hoe is dat? Had je daar nou nog steeds last van als je tegen mij moest lopen? Ik denk het niet. Voor het ongeluk lag ik voor je. Ja. Na het ongeluk voelde ik die hele adem steeds. Ja, waren toch gouden tijden. Want je probeert natuurlijk gewoon mensen waarvan je denkt dat zou leuk zijn als die er ook bij zouden zijn. Die zijn niet meer terug te vinden. Het is heel moeilijk tegenwoordig. Ja. Ja, want Leni Hoogweg, Fred, je weet er alles. Nou, Leni Hoogweg, wie kent haar niet? Ja, daarom. Corrie. Corrie. Anja. Piet. Anja woont vlak bij mij. Oh. In Zoetermeer. Okay. Met Rob Vlek nog. Woon jij in Zoetermeer dan? Want jij was degene die volgens mij 25 jaar polderlopen op Rijn meedeed, hè? In de winter ook. In de winter ook, ja. Inhaalraces. Kreeg je toen een speciaal cadeau? Ik kreeg een heel mooi boek. Een boek heb ik nog steeds. Een boek? Van wie? Van Verhoren. Die oh, van Wim Verhoren? Ja. De Born Bondscoach. Nee, ik weet wel dat we altijd dezelfde voorfietser hadden. Ja. Den Schrik of zoiets? Ja. Weet jij, hing de bordjes op. Onderweg. Ja. Eén keer verkeerd. Maar goed, dat doet er allemaal niet meer. Ja, toen dachten mensen, een goede opening zeg, op die 2 kilometer. Maar veel tegen. Ja, kijk, Freek de Jonge, kan je dat nog herinneren? Dat is ook niet echt heel bekend, hè, Freek? Jawel. Oh, dat wel. Nee, Freek de Jonge deed ook mee aan de kerkpolderloop in 1986. Waar hij actie voerde voor Mexico. Ja, ja, ja.
Ik weet nog wel dat jij een keer dacht van, ik moet echt een topper in huis halen. Ja. En toen liep daar John van der Wansum. John van der Wansum, ja. 1445 geloof ik, op de Kerkpolder lopen. Ja. Ja, John van der Wansum, zegt dat wel? Ja, ik heb in 2011 nog tegen hem gelopen. Oké. Okay. In Woerden. In Woerden. De Brugge. Want hij zou toen ook op mijn verjaardag komen, de Bosloop, in de Uithof. Ja. En toen kon hij niet en toen heeft hij een bericht van verhindering gestuurd. Dat staat in het boek. Ja, je was die keer wat uitgenodigd. Ja. Toen, ja, tenminste, dat heb je zelf verteld, dat hij bij jou geslapen heeft. Ja, Madonna was dat. Ja. Dit krijg je bij de Bosloop. Kijk, dat is het loopje. Dan kon je gewoon de Bosatlas lezen. Ja, het is als een geintje. Dit zijn de Boszegels natuurlijk. De kopjes lopen, daar heb je ook nog wel eens aan meegedaan, denk ik. Oortje links, oortje links. Oortje links naar links, oortje rechts naar rechts. Ik ben nog wel een keer in de Uithof, dat je jarig was. Ja, in de Uithof, ja. Dat je iedereen, nou, jouw doel was eigenlijk om iedereen die binnenkwam bij naam te noemen. Ja. Dat was jouw doel. Voor je, maar ik liep zelf mee, dus dat was moeilijk. Nee, jij liep niet zelf mee. Ja, ik heb zelf wat meegedaan. Want er was één loop voor de, een open loop. Oh, zo. En één loop voor genodigden. Ja, oké. Okay. Maar we hebben het nog niet gehad over die 60 meter in de Gorrestraat. Wel? Nee. Ik word er geen achter, geloof ik, hè? Hebben we nog niet over gehad. En ik vind het zo leuk dat Nelly er ook is. Nelly die was toen gecharterd door de vader van Erwin. Stoelingaar, die had toen een sportzaak. Dus ik moest daar al die... die pilonnen neerzetten, de tijdwaarneming doen, et cetera, et cetera. Maar ja, in jouw beleving was het een beetje gevuld, de Gorrestraat? Ja. Het was hartstikke druk. Ja. En leuk. En leuk. Ja. Ja, dat heb je maar eenmaal gedaan, hè, denk ik. Ja, ik heb nog steeds iets wereldrecord. Ja. Die wordt nooit meer verbroken. Ja. Ja, was daar 7-11 geloof ik, hè? Die, ik weet niet wat ik heb gelopen. Ja, het staat in het boek, maar... Ik weet het niet. Het was niet wel heel leuk. Maar het zijn maar een hele leuke herinneringen. Ja, ja, was het zeker. Kijk, het is gewoon een beetje ludiek natuurlijk, maar... Ja. Ga je dan ook naar Alpe d'Huez? Nee, Europa Run is het verschil met Europa Run. Alpe d'Huez is dat wij het geld gelijk uitgeven. Dus de lopers mogen beslissen waar het geld aan besteed wordt. Dus als er een team zegt, goh, er is iets hier in Delft, het team van Delft, gaat het gelijk het geld toe naar iets voor oncologie of een inloophuis of een, ja, voor alles. Ja. Dus we hebben nu, het Prinses Maxima Huis heeft 2,2 miljoen gekregen om, voor de inrichting in Utrecht. Het familiehuis Daniel de Hoed heeft 6 miljoen gekregen. Ja, is pas geopend, heeft 6 miljoen gekregen om het pand te kopen. Heeft de Europa Run, dus niet de Europa Run zelf, maar al de mensen die gelopen hebben de afgelopen jaren, hebben bijgedragen dat dit gebeuren kan. Dus 6 miljoen is niet niks. Nee, zeker. En daarom ben ik een hele trotse ambassadeur. Zeker. En ik zeg altijd, mensen zeggen, ja, wat krijg je ervoor? Ik krijg heel veel voor terug, want als ik bij de start ben, als het nu in Parijs is of waar dan ook, al die kusjes die ik krijg. Oh. En als ik bij de finish ben, het meeleven, je bent één familie. En ook, ja, ik krijg er zoveel energie van, omdat het gewoon... perfect is. En mijn hele gezin gaat al meer dan 25 jaar mee. Ja, maar het is echt... Het is... Ja, ik word er heel emotioneel van. En zeker als je mensen in je omgeving hebt die kanker hebben gehad, dat je iets kan terugdoen voor je medemens. Ja, echt schitterend. Blijf niet lachen. Ja, iedereen lachen. Yeah. Even mij kijken. Ja, doe. Kom jij erop? Ik hoorde geen klik. Warm, nee, doe. Ik heb ook een foto gemaakt.